Jean Kindermans, 48 jaar ondertussen. Ik heb hier op Anderlecht zelf alle jeugdreeksen doorlopen, vanaf mijn 8 jaar. 1 jaar in de A-kern gezeten, 85, 86. En ondertussen sinds 8 jaar hoofd jeugdopleidingen. Maar ik denk dat jeugdopleiding sowieso heel belangrijk is voor alle clubs. Maar ook voor Anderlecht. Wij zijn de grootste club in België met een fantastische historiek. En ook qua eigen jeugdspelers. Ik denk aan in mijn periode Chiffo, Nadine Company, zijn toch namen als klokken. Toeval kan je dat niet noemen. Dat is een samenloop van omstandigheden. Ik denk dat hier een fantastisch jeugdplan bestaat. Ik denk dat wij hier werken met jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren van een zeer hoog niveau. We hebben een zestal jaar geleden een fantastisch zet gedaan door een Purple Talents programma dat ondertussen hoe zou ik zeggen, wel bekend is in heel België, waarbij dus jongens overdag 3 tot 4 maal per week 1 uur pure techniektraining krijgen in een schoolse omgeving, maar met trainers van Royal Sporting Club Anderlecht. En als we nu even terugblikken op die 6 jaren, dan stellen we vast dat er toch een heel aantal van die jongens ondertussen prof zijn geworden. Dus ik denk dat Anderlecht met zijn Purple Tennis programma een heel interessant programma heeft ontwikkeld dat ook in de toekomst nog verdere of meerdere profspelers zal teweegbrengen. Anderlecht draagt waarden en normen heel hoog in zijn vaandel, zeker en vast binnen de jeugdopleiding. En wij proberen iedere dag opnieuw elke jongen die hier traint en speelt op de goede weg te helpen en respectvol met elkaar te leren omgaan. Dat is belangrijk voor iedere jeugdspeler. Dat zij beseffen dat naast het voetbal er nog een normaal leven is, waarbij ze zoveel mogelijk kennis moeten opdoen. En voor ons is het heel belangrijk dat wij en jongens helpen aan een humaniora-diploma en aan een toekomstige voetbalcarrière. Maar de twee samen bundelen is niet altijd evident. Vandaar dat dat evenwichtig programma, zoals het Purple Tennis programma, in het leven is geroepen. Wij zijn een topclub in België. Wij zijn opnieuw een club die stilaan Europees ook opnieuw van betekenis is. Dus het lijkt mij logisch dat hier op Anderlecht spelen als eigen jeugdspeler, dat wel degelijk een moeilijke taak is. Het is aan ons, hoofdopleidingen en mensen die iedere dag voor ons werken, om hard te blijven werken aan de ontwikkeling van die jongens. En via die Talent Days geven wij aan alle Belgische jeugdvoetballers van 8 tot 12 jaar oud de kans om hun vaardigheden hier te komen tentoonspreiden. Dus ik zou zeggen van als je talent hebt, als je goesting hebt om ooit in het Paarswiet rond te lopen bij de grootste club van België, wees aanwezig om tijdens die krokusvakantie hier proberen een plaatsje te veroveren onder de zon.